En we gaan er ook verwelkomen met een absolute staande ovatie, want dat verdient zij als geen ander. Dames en heren, mijn inspiratiebron mag ik wel zeggen als het om werkgeluk gaat. Gea Peper! Hi Lisbeth. Ja, kijk eens aan. Ja, nee, echt. Gea, ik ben zo dankbaar dat je dit zo doet. Dat je me ook kennis hebt laten maken met werkgeluk. Ik heb voor jou eigenlijk maar één vraag. Wat doe jij om los te komen van je werk? Want dat is toch iets waar de meeste mensen mee zitten. Tegenwoordig zit ons werk in onze telefoon. Het zit overal. En soms moet je ervan loskomen. Hoe doe jij dat? Ja, niet. Niet? Nee, gewoon niet. Gewoon niet van je werk loskomen? Want ja, ik denk dat iedereen in deze zaal wel kent. Ik weet niet meer van wie de uitspraak was, maar als je doet wat je leuk vindt... Werk je niet? Dan werk je eigenlijk niet. Dat is mijn uitspraak. Dus het voelt voor mij eigenlijk niet... Oké, heb ik hem van jou gepikt? Ja, de meeste Surinamers hebben dat. Als je gewoon doet wat je leuk vindt, dan werk je niet. Nou, zo dus. Nou, dank jullie wel dat jullie er allemaal weer zijn. Het heeft 3 jaar gekost voordat ik op mijn eigen podium sta, mag ik wel zeggen. Ik ben een aantal jaren geleden begonnen met het Happy People Better Business event. En het was met name ook bedoeld om anderen het podium te geven. Om te vertellen, mooie verhalen te vertellen, zoals we ook al hebben gehoord. Totdat mensen de tweede keer zeiden, goh, waarom sta je er zelf? En ik zeg, nee, is voor anderen. Derde keer en vierde keer dacht ik van, oké, sod it. Ik ga hier gewoon ook staan, zoals ik er vaker sta. Ik ga het verhaal van het Happiness Bureau met jullie delen. Nou, ik begin ook even met een korte trip down... Niet lachen. Oké, mijn zus, mijn jongere zus. Ik was deze presentatie aan het maken en onze dochter van 15 die stond naast me. Nou, die lag ook in een deuk. En ik had er nog niet eens verteld over die Zweedse klompen die wij toen droegen. Of misschien was het alleen in het noorden van het land. Is Kees Klomp hier nog? Nee, maar goed, even heel kort het verhaal hierbij. Ik was 7 jaar en het is vandaag de dag van de briefjes, geloof ik. Want dit is een gedichtje wat ik toen ooit heb geschreven. Ik wist dat eigenlijk zelf niet meer, maar mijn vader is een aantal jaar geleden overleden. En bij het opruimen van alle spullen kwam ik dit tegen in zijn portemonnee. Een paar van dit soort gedichtjes. En ik dacht van ja, dat klopt wel. Ik was al heel jong bezig, want ik was hier 7 jaar... al bezig met, lief en leed, betere wereld. Ik dacht ook altijd van, ik ga voor goede doelen werken, mooie dingen doen. Nou, het liep allemaal wat anders. Ik heb voor grote consultancies gewerkt en grote multinationals geholpen. Maar mijn eigen verhaal over werkgeluk is eigenlijk hier begonnen. En dat was niet met Jurgen op het strand in Curaçao. Maar dit is wel Curaçao, waar ik met mijn gezin... Lucas en onze kinderen een tijdje gedetacheerd ben geweest. En ik had al een tijd HR gedaan in Nederland en ook daar weer op Curaçao. En daar kwam echt zo'n lampjesmoment. Ken je dat? Ik herinner me dat nog. We waren daar de kerstpakketten aan het uitdelen. Die hadden we ook daar. En als onderdeel van het kerstpakket, daar krijg je een bevroren ham. En die gaf ik aan iemand. En dat was al een uitdaging. Ik ben vegetariër. Al die hammen uitdelen. Maar goed, ik gaf die ham aan iemand. En die zei van... Hé, die is kleiner dan vorige keer. En dat kan natuurlijk, hè? Zo zitten wij in elkaar. Wij vergelijken. Maar dat was wel voor mij het moment dat ik dacht... het gaat dus niet om de kerstpakketten. Vanuit HR, we regelden de salarissen, de pensioenen... dat alles goed geregeld was. Maar dat betekende niet automatisch dat mensen gelukkig zijn in hun werk. Dus ik ging op zoek. Weer terug in Nederland, 2012, ging ik op zoek. Wat maakt mensen nou gelukkig in hun werk? En dat greep mij zo dat ik mijn baan in de tijd heb opgegeven en ben op onderzoek gegaan. Wat maakt mensen nou gelukkig? En nou, dat was een prachtige zoektocht. Veel mensen gesproken, veel dingen gelezen, opleidingen gevolgd. En dat greep mij zo dat ik dacht van ja, ik kan het wel over werkgeluk hebben. Maar ja, dat kon ik in mijn baan toen niet kwijt. Dus ik ben gestopt en nu zijn we bezig met het Happiness Bureau om organisaties zoveel mogelijk te helpen het werkgeluk te vergroten. En daarnaast ook informatie over het onderwerp te delen. Dus vandaar ook dit event. Maar we schrijven ook boeken, podcasts, ook tegenwoordig. Om het maar zoveel mogelijk te delen. Nou, waarom werkgeluk? Ik verwacht, dit is sowieso de vierde keer dat we het doen... maar ik verwacht dat heel veel mensen in deze zaal op zich al redelijk weten... de waarom van werkgeluk, anders zou je hier niet zijn.
Maar ik wil eigenlijk zeggen, ja, er zijn cijfers en er zijn bewijzen enzovoort. Maar eigenlijk is er maar één antwoord op deze vraag. En die vraag is volgens mij, en ik pik hem een beetje van Alexander Kirov, die hier vorig jaar ook stond, because it's the right thing to do. En dat sluit ook aan bij het verhaal van Kees. Ja, het levert misschien ook veel op, maar het is eigenlijk het enige goede om te doen. Om te zorgen dat je zelf met plezier naar je werk gaat, maar ook als organisatie dat je ervoor zorgt dat mensen met plezier naar je werk gaan. Nou, voor degene die denkt van ja, maar ik wil toch nog wel even graag die cijfers weten. Ik heb een link in mijn presentatie die jullie ook allemaal krijgen gehangen van een heel mooi comprehensive article, zoals dat dan heet. Allemaal lekker samengeraapt cijfers met voordelen zowel voor de medewerker. Hè, waarom zou je druk maken om werkgeluk? Maar ook organisaties, waarom zou je druk maken om werkgeluk? Nou, voor de medewerkers, jullie kunnen het allemaal lezen, gezonder enzovoort. Voor de organisatie. Minder verloop. Gea, wacht even. Begrijp me niet verkeerd, ik zit met aandacht naar je te luisteren. Thank you. Maar als ik als HR-adviseur binnen de organisatie begin over werkgeluk, denkt de directie dat de medewerkers de hele dag door de gangen gaan lopen met ballonnen. Ja, dat zou kunnen. En degene die mij kennen en de opleiding misschien bij mij hebben gevolgd, weten dat ik niks tegen ballonnen heb. Ja, dat hoort er ook bij wat mij betreft. En dit horen we nog wel eens. En toen dacht ik van nou, weet je, ik ga in deze presentatie gewoon onze 10 do's. Van als je nou met werkgeluk aan de slag bent of gaat. We hebben intussen wat ervaring opgedaan en die wil ik graag met jullie delen. In nou, 10 do's van wat zou je dan kunnen doen. Nou, de eerste is eigenlijk iedereen is uniek. Dat geldt natuurlijk voor een heleboel dingen. Maar ook voor werkgeluk. Het kan zijn dat ik ergens gelukkig van word en dat dat voor iemand anders helemaal niet geldt. Bijvoorbeeld, in een van onze opleidingen hebben we het ook over een organisatie die als een onboarding, als eerste dag, wordt je thuis opgehaald. Nou, daar hebben we het wel eens over. Er zijn mensen die zeggen, oh wat gaaf, dan komen ze thuis en de... En dan zien mensen, oh, liever niet. Ik zit in rush hour in de ochtend, liever niet. Dus ook daar is het heel verschillend wat mensen weer gelukkig maakt. Dus dat, ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Tijdens de opleiding die wij geven, ook voor Fontys werkgeluk, deskundigen geven altijd huiswerk. En dan vragen we van, joh, vraag eens aan 3 mensen in je omgeving wat hun gelukkig maakt op het werk. En maak daar iets moois van. Nou, we krijgen prachtige filmpjes terug, maar ook dit soort collages. En je kunt al lezen dat daar een heleboel verschillende woorden op staan. Ja, zinvol, resultaat, kracht, enzovoort. Dus het is echt verschillend wat mensen daaronder verstaan. En nou, misschien dat jullie, oh ja, logisch, tuurlijk, daar houden we allemaal al rekening mee. Maar dat is nog niet overal zo. We hebben een tijdje werden we gebeld door Randstad Tempo Team. Die waren begonnen met werkgeluk en die hadden een project opgetuigd. En ik wil even met jullie delen wat er eigenlijk gebeurde. Ons idee was eigenlijk, we gaan in die verschillende teams van regionaal recruitment, gaan we overal een andere interventie of een experiment doen om het werkgeluk te verhogen met 1 controlegroep. Om uiteindelijk aan het einde van ons project te kunnen zeggen, nou ja, aan deze knoppen moet je nu gaan draaien om het werkgeluk te verbeteren binnen Tempo Team. Maar ja, we kwamen erachter dat werkgeluk voor iedereen iets anders is en iedereen van iets anders in zijn werk gelukkig raakt. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen van, als het in team A werkt, werkt het ook in team B. Ja, zo is het dus. Ja, het zou natuurlijk heel makkelijk zijn, hè? Je doet iets, je test het. En dan everybody happy, maar helaas, dat is niet zo. Op het moment dat zij vastliepen, belden ze ons van ja, we zijn bezig met werkgeluk, maar we lopen eigenlijk een beetje vast. En toen zei we, goh, misschien zou je de mensen eens kunnen vragen. Nou, dat was een heel goed idee, dus hebben de mensen gewoon gevraagd. Waar worden jullie nu gelukkig van? Het hele filmpje staat ook op onze site, dus wil je het hele verhaal nog eens horen. Ze zijn gewoon gaan vragen en mensen ook zelf verantwoordelijkheid laten nemen voor hun werkgeluk. Van waar worden jullie nou gelukkig van? En ga daar gewoon mee aan de slag. Nou, dat was de eerste. Doe het samen. Nou, Kees had het al over en Michiel ook, hey, je doet het samen, dat werkgeluk. Maar wat ik hier eigenlijk bedoel, is dat het gaat om een
gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om werkgeluk. Ja, het gaat om de medewerker en het gaat om de organisatie. Niet de medewerker, want dat gebeurt ook nog wel eens, die zegt van ja, maar mijn organisatie, mijn leidinggevende moet maar zorgen dat ik gelukkig word in wat ik doe. Maar ook niet de organisatie die zegt van nou weet je wat, daar bemoei ik me niet mee. Die medewerker moet zelf maar dingen doen waar die gelukkig van wordt. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en het werkt ook alleen maar als je er op die manier mee omgaat. Nou, heel kort even kijken naar de medewerker. We hebben wel ontdekt, en nou, de analytische luisteraar zal ontdekt hebben dat ik eerst zei iedereen is uniek en nu kom ik met een model met 3 onderdelen. We hebben ontdekt dat ja, het is uniek en het is anders voor iedereen, maar er zijn wel een aantal dingen die voor veel mensen belangrijk zijn. En die hebben wij samengebracht in onze PFFF-model. En dat komt van purpose, flow, fun en friendship. Als het Engels is, klinkt het altijd beter, niet waar. Maar het staat dus voor zingeving, voldoening, plezier en verbinding. Nou, de zingeving, ik denk dat jullie de meeste termen wel gelden, maar dat gaat over waar kom ik nou 's ochtends mijn bed vooruit? Waar krijg ik energie van? Of wat wij thuis aan de keukentafel wel eens doen. Als we dat staatslot nou echt winnen en die 10 miljoen krijgen, wat zou ik dan gaan doen? Hè? Wat is voor jou heel belangrijk? De voldoening gaat over resultaat kunnen bereiken, uitdaging, nieuwe dingen leren, je talenten benutten, doen waar je goed in bent. En ook een stukje autonomie, vrijheid om te hebben hoe je dingen doet. Nou, en plezier en verbinding is inderdaad dat je ook kunt lachen met je collega's, dat je je verbonden voelt, dat je gesteund voelt door je collega's, door je leidinggevende. En ik weet uit eigen ervaring dat die verbinding best wat afneemt. Voordat ik naar Curaçao ging, in mijn baan, gingen we met het team, als er iemand jarig was, dan was het taart en dan gingen we even gezamenlijk taart eten. Hadden we even een momentje om met elkaar te praten en iets te vieren. Toen ik terugkwam uit Curaçao, waren mensen natuurlijk ook nog steeds jarig, stond de taart bij het koffieapparaat met een briefje erbij. Hey, ik ben jarig geweest, neem vooral een puntje en dat was het. En dan nam je dus de taart mee naar je bureau, waar je toch al de hele tijd zat, en dan had je daar je taart op. Dus die verbinding, ook door de werkdruk, gaat er steeds meer en meer vanaf. En dat is jammer. Er zijn ook organisaties die... Want op zich, als je hiermee aan de slag gaat, die plezier en verbinding is eigenlijk een soort quick win, wil ik bijna zeggen. Je kunt al vrij snel dingen doen die een grote impact hebben. En ik wil ook weer een heel kort stukje laten zien van een organisatie. Dat is Variantzorg, waar ze aan de slag zijn gegaan met een werkgelukteam, werkgelukclub. In het jaar 2018 is een groep Varianters ontstaan. Het doel is de verbinding op te zoeken. Ze noemen zichzelf de V-Team. Team Variantastisch. Nou, het gaat ze nog een tijdje door. Hij is te vinden op Facebook van Variantzorg, wil je hem helemaal zien. Zo hebben zij zich voorgesteld aan de rest van de organisatie. En het is geen echte doel, maar misschien wel een tip. Fun makes it run. Als je dit doet, dan gaan mensen kijken. Van oké, er is een groep mensen die zich hiermee bezighoudt. En ze leggen daarna uit wat ze gaan doen. En op Facebook laten ze zien wat ze doen. En het leuke is, het heeft effect naar binnen toe. Maar het heeft ook effect naar buiten toe. En zeker ook op dit moment... Als je mensen aan wilt trekken, graag wilt hebben dat ze voor je organisatie komen werken, is het ook goed om te laten zien van, hey, wie ben jij, wat doe jij? Nou, dit zijn, wat zijn dit? Heerlijke dingen. Heerlijke dingen, Hans, jij vindt het wel wat. Ja. Jij kikt erop. Ja, en als het goed is, kikken we er allemaal op, want dit zijn gelukshormonen. Want je kunt het over geluk hebben, maar geluk is ook een chemisch proces. En dit zijn de 4 belangrijkste gelukshormonen. En we hebben ontdekt, want ja, je zou kunnen zeggen dat PFFF-model, waarom nou dat en niet geen andere onderdelen? Nou, we hebben ontdekt dat er een verband is tussen die onderdelen uit dat model en ook die gelukshormonen. Serotonine is bijvoorbeeld, krijg je als je dingen doet die er voor jou toe doen. Of als je op sterktes wordt ingezet.
voldoening, dopamine kennen jullie misschien wel. Hè? Als je iets hebt bereikt, yes, I did it, dan krijg je dat. De endorfine, die zijn meestal al behoorlijk bekend, hè? Hardlopen. Maar goed, als je niet zo van hardlopen houdt, kun je gewoon even lekker gaan lachen met je collega's. En dan komen er ook endorfine vrij. En de laatste, de oxytocine, oftewel het knuffelhormoon, is weer die verbinding, ook als je samen dingen doet, dat de oxytocine vrijkomt. Nou, en het hele plaatje is dan eigenlijk zo. Door aan de slag te gaan met die onderdelen, krijg je dat die gelukshormonen meer en vaker vrijkomen, wat weer leidt tot meer werkgeluk. Nou, we zijn bij de derde doel, maak het mogelijk. En dit is eigenlijk de andere kant. Ik heb het net gehad over de medewerkerskant, met dat P-FFF-model. En eigenlijk zeggen we als organisatie ook daar, je kunt op zich niet mensen gelukkig maken, maar je kunt wel de omstandigheden creëren of faciliteren, zodat mensen zo gelukkig mogelijk kunnen zijn. En ook daarvoor hebben we een model, om het makkelijk te onthouden, eigenlijk vooral ook voor onszelf. Dit is ook de basis van dat boek waar we het over hebben gehad. Nou, waar gaat het om? Het gaat om het creëren van een happy cultuur. Het gaat om het hebben van een energiegevende werkomgeving, energiegevende werkplekken. Het gaat over leiderschap, daar kom ik zo nog even op terug. Het gaat ook over redesign your employee journey. Het herontwerpen van de medewerkersreis. He, dat is de hele reis die iemand door je organisatie maakt. He, voordat hij kennis maakt met je organisatie. Dag 1 en alles wat er daarna komt tot je afscheid neemt en zelfs daarna. Maar ook technologie. Ik weet dat Helene en ik een keertje werden geïnterviewd voor een blad. En hadden we het ook hierover. En toen zei ze van ja, ik zit regelmatig huilend onder mijn bureau. Ik hoop niet letterlijk. Want ja, het moest ze een stuk inleveren voor het blad en dan was de server down. Dus we denken bij werkgeluk misschien niet altijd aan technologie, maar het kan wel een bepalende factor zijn. Nou denk ik zelf dat cultuur en leiderschap de meest bepalende zijn. En ik wil heel kort even iets zeggen over die happy cultuur. Nou, veel bedrijven, organisaties hebben tegenwoordig kernwaarden. En die hangen vaak op de muur. Hangen ze bij jullie op de muur? Show of hands, hoeveel mensen bij... Ja, nou, en ik kan niet iedereen vragen wat de kernwaarden zijn, maar ik doe dat wel in de opleiding. En dan vraag, wat zijn jullie kernwaarden? Nou, kwaliteit, integriteit, we kunnen een soort bingo gaan doen. Integriteit, welke hebben we nog meer? Professionaliteit, kansen scheppen. Nou, daar kan niemand op tegen zijn, dat is prachtig. Maar er zit een groot verschil tussen iets ophangen of zelfs op mokken zetten en ook zorgen dat het gebeurt. En met name het gedrag. En ook met name het gedrag aan de top. Als je integriteit hebt en er komt een heel groot schandaal ergens, dan, ja, dan denkt de rest ook van ja, dat was dus een wassen neus. Dus het is echt heel belangrijk hoe dat werkt. Nou, een heel mooi voorbeeld, favoriet van ons, is Zappos. Zappos is een online schoenenwinkel in Las Vegas. En voor hun is cultuur het meest bepalende deel van werkgeluk en ook van wat zij doen. Zei ik het al, online schoenenwinkel? Ja. Zij hebben gezamenlijk deze kernwaarden en je ziet al, dit zijn niet alleen maar losse statements, integriteit of klantgerichtheid. Nee, zij zeggen dingen als deliver wow through service. Dat voelt heel anders en dat hebben ze gezamenlijk bedacht en de kans is daardoor ook groter dat het gebeurt. En als alles staat in het kader van deze 10 kernwaarden. Wij zijn met het Happiness Bureau bezoek geweest. Ja, we komen de leukste plekken. Las Vegas was dit. En we hebben hun opgezocht. En nou, bijvoorbeeld zo'n derde, create fun and a little weirdness. Dat brengen zij ook in de praktijk. Want je kunt dat wel opschrijven. Maar als je dan vervolgens allemaal netjes in pak elke dag achter je bureau gaat zitten en that's it. Dus het is ook echt een fun place. De dag voordat wij er waren, die hebben we net gemist, kon je selfies maken met lama's. Erg jammer dat we die hebben gemist. Maar en wat we ook hebben gemist is de Bold and Blue Day. Jammer dat Michiel al naar huis moest. Maar dit is misschien nog wel een tip voor Kimkie Kappers. Waar ze één keer per jaar, dus de vaste Bold and Blue. En dan mag je je vrijwillig, dat dan gelukkig wel, of kaal laten scheren of blauw verven of... Nou ja, dat is create fun and a little weirdness. Trouwens, de meneer in het midden met de mohawk is de CEO van het bedrijf.
Dus ook dat is belangrijk. Hè? Niet wat je opschrijft, maar ook je gedrag. Hè? Als jij zegt van ja, die fun en weirdness is belangrijk voor onze organisatie. Maar nee, ik blijf gewoon in mijn driedelig zitten. Dan denkt iedereen ook, dan is dat dus niet echt. Hij doet gewoon mee. Nou, en dit is dan het hele plaatje. Eigenlijk, voor jullie links. Als organisatie creëer je de omstandigheden waaronder medewerkers weer kunnen werken aan die PFFF, aan zingeving, aan voldoening, aan fun en friendship, waardoor je meer een spurt krijgt van de gelukshormonen, wat uiteindelijk leidt tot meer werkgeluk en alles wat er daarna nog komt. Dus dit is eigenlijk een beetje de basis van alles. Nou, dit is denk ik Michiel voordat hij zijn metamorfose had. De impact van management is heel groot. Management maakt het verschil. Ja, dat zal allemaal wel. Maar gelukkig zijn doen medewerkers maar in hun vrije tijd. Hier komen ze om te werken. Oh, oké. Nou, dat horen we ook nog best wel vaak. Terwijl we tegelijkertijd weten dat de impact van management op werkgeluk heel erg groot is. Die zijn verantwoordelijk voor 70% van de variantie als je kijkt naar engagement. Dat is dus echt heel groot. En een goede reden, gezondheid. daarom is het ook heel belangrijk als je hiermee aan de slag gaat om te kijken van hoe zit het met ons management? Hoe zit het aan de top? Ga daar ook mee aan de slag. Maar tegelijkertijd, er zijn ook al een heleboel mooie voorbeelden. Ik heb hem gewaarschuwd. Christian, waar zit je? Waar? Oh, daar. Ik mocht hem draaien. Nou, we hebben gelukkig ook mensen zoals Christian, directeur bij Variantzorg, die vertelt dat het ook anders kan. Werkgeluk is voor ons belangrijk omdat je bent gemiddeld 70.000 uur van je leven bezig met werken. Laten we het dan in ieder geval naar ons zin hebben. Ik denk ook dat blije medewerkers dat uitstralen richting onze opdrachtgevers en de uiteindelijke cliënt. Dus op het moment dat je focust op blije medewerkers, komt die klanttevredenheid vanzelf. Nou goed hè, dat je dat kunt praten en dan je mond op een ander moment laten bewegen. Ik vind dat ongelooflijk. En dat is ook een van zijn kwaliteiten. Misschien kan er wat aan gedaan, er komen nog een paar filmpjes. En ik weet dat Christian dit kan, maar misschien die andere mensen niet. De rol van management is dus heel belangrijk. Ook fijn om te zien dat daar steeds meer aandacht voor komt. En iemand als Christian is onontbeerlijk voor het verder brengen van dat werkgeluk in de organisatie. Nou, stel het werkgeluk centraal. Het is niet een dingetje van vandaag doen we dan dit en dan over een jaar doen we weer iets anders. Nee, neem het serieus en zeg we gaan hiermee aan de slag. We gaan dit doen. En waar kun je nou beginnen om het centraal te zetten? Je missie, je visie. Niet alleen het gaat om de klant of het gaat om het geld en we willen bij de top 3 horen of enzovoort. Nee, zeg gewoon, dit is de Middelvaartsparenkasse. Dat is de Deense Great Place to Work. En zij hebben ook een deel wel over klanten in hun missie en ook een deel dat ze het zo goed willen doen dat ze financieel heel gezond zijn. Maar zij zetten ook heel expliciet die medewerkers in de schijnwerpers. Nog een mooi voorbeeld van het ROC van Amsterdam. Ze willen gewoon een superschool zijn met gelukkige studenten en gelukkige medewerkers. Dit onthoudt ook, niet iedereen, dit onthouden mensen meer dan een uitgebreid statement met allerlei, bla bla, laat ik het maar noemen. Dus maak het simpel, maar zet het neer. En het neerzetten is natuurlijk stap 1 en het er dan naar handelen is natuurlijk stap 2. Glaasje water. Ik geloof het. Nog een voorbeeld van een organisatie die echt in hun missie al zegt en hoe ze naar buiten gaan. Wij vinden het belangrijk dat mensen plezier kunnen hebben. Wij geven om betrokkenheid. En we willen dingen doen op een manier die losser, leuker en simpeler is. En door zoiets te stellen, kun je dat ook als richtdraad gebruiken in je organisatie. Oké, we gaan een nieuw HR-beleid maken. Weer een ordner. Is dat leuker, losser, simpeler? Nee, ga nadenken hoe je dat dan leuker, losser, simpeler kunt maken. Wij waren een keer bij een organisatie en die hadden als kernwoorden lef, nieuwsgierig en verbinding. En we gingen ook in gesprek, hoe gaat bij jullie dag 1 bijvoorbeeld? Dan krijgen ze 2 ordners en die mogen ze dan lezen. En als de manager dan tijd heeft, dan komt hij op dag 1 nog even langs.
is dat lef? Is dat nieuwsgierig? Is dat verbinding? Dus die hebben het helemaal omgeturnd in dat ze een paar opdrachten krijgen op dag 1. Van ga 10 medewerkers, ga 10 collega's opzoeken, ga in gesprek, enzovoort. Dus kom met die richtlijnen, kaders en ga ze ook gebruiken. Nou, het is geen sprint, maar een marathon. Het is geen, voor degene die vorig jaar ook de presentatie van Frank van Massenhoven hebben meegemaakt. En het is niet om jullie te ontmoedigen. Het duurde 9 jaar, volgens mij, om het ministerie van Sociale Zaken in België. Dus bij ons gaat dat sneller. Sorry. Maar alleen maar om aan te geven, werkgeluk is geen project. Werkgeluk is niet iets waarvan je zegt, nou, dat doen we even 3 maanden. Wij worden ook best wel ja, kunnen jullie een workshop doen? En nou, dan dat en dat en dan zijn we klaar. Ja, dat wordt soms gedacht. Maar dat is niet zo. Dus wat je opnieuw doet, is het gewoon centraal stellen. Verankeren is ook belangrijk. Want ja, je kunt dan, stel je hebt het in je missie gezet. En je zegt van oké, we gaan het gewoon vanaf nu doen. We zeggen niet we doen het 3 maanden, 1 jaar. Maar dit is vanaf nu wat we doen met z'n allen. Dan moet je nadenken over hoe je dit in je organisatie gaat verankeren. Tandenpoetsen, ik neem aan dat iedereen hier 's avonds zo'n beetje tandenpoetst. Daar hoef je niet meer over na te denken. Dat is gewoon een routine geworden. Iedereen doet dat. Iedereen weet dat iets oplevert. En dat wil je eigenlijk ook voor werkgeluk. Nou, hebben wij gewerkt. Mochten wij een workshop geven voor een groot chemieconcern over werkgeluk. En daar hadden we het ook over. Hoe veranker je dat nou? Nou, en daar is het team zelf met een hele mooie oplossing gekomen. Safety first, happiness second. En hoe werkte dat? Omdat zij een chemische organisatie waren, elke bijeenkomst altijd beginnen met de safety. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat het was, maar daar is de uitgang. Hans, dat nummer moet je bellen, zoiets was het. Zoiets, ook nog een hele lijst. Maar goed, dat staat standaard op elke agenda. En door daar happiness aan te koppelen, oké, we beginnen met safety, happiness second, zorgde je ervoor dat dat eigenlijk gewoon onderdeel werd van de bedrijfscultuur. We hebben daar samen met deze organisatie een aantal oefeningen, dingen voor gemaakt, zodat je het levend kon houden. Dus bedenk ook, als je hiermee begint, hoe kun je het verankeren? Hoe kun je het een vaste plaats geven, zodat het geen dingetje wordt, maar dat je het gewoon blijft doen? Ja, je kunt ook gaan meten, hè, zodat je weet hoe je ervoor staat. Bijvoorbeeld de Incentro, hè, die streeft naar werkgeluk, geluk van hun medewerkers, moet hoger zijn dan een 7,5, daar streven ze naar. Door te meten weet je ook waar je staat en aan welke knoppen je wellicht nog moet draaien. Nou, ik weet wel waar ik voor kies. Verleiden of verplichten? Nou, we weten tegenwoordig steeds meer over change management, hoe je verandert. En we weten ook verplichten en zeker bij een onderwerp als werkgeluk. Nou, ik heb het volgens mij al een paar keer gezegd. Maar je kunt mensen niet verplichten om te zeggen, en nu moet jij gelukkig zijn. Dat gaat niet. Maar je kunt mensen wel verleiden om in die kant op te gaan. En we hebben ook een traject, zijn we bij betrokken geweest bij mijn voormalige werkgever, de Nederlandse Bank. En dit is een van de afdelingshoofden die heel kort even vertelt, gaat het goed, denken jullie? Ja, nou, we proberen het gewoon. Pim vertelt even hoe dat is gegaan in zijn team, in zijn afdeling. En het allerleukste vind ik eigenlijk dat het succes, zoals het binnen mijn eigen afdeling gestald heeft gekregen, en het idee van gelukkig werk ook veel breder resoneert binnen de Nederlandse Bank. En dat er binnen de Nederlandse Bank op verschillende plekken ook echt interesse is gekomen voor gelukkig werken. En het zich dus eigenlijk als een virus verspreidt binnen de Nederlandse Bank. Nou, ik hoop dat jullie niet al te erg werden afgeleid door zijn non-sync zijn. Maar het verhaal is duidelijk. Hè? Ga daar beginnen waar de beweging zit, waar de energie is. En dan zie je dat het ook zich verspreidt als een soort virus andere kanten op, andere onderdelen. Nou, continue aandacht. Past natuurlijk al een beetje bij de do's hiervoor. Ik roep zelf regelmatig in de opleiding steentjes in de vijver gooien. Op het moment dat je stopt, wat gebeurt er? Ja, gebeurt er eigenlijk weer niets. Het is een beetje als met de sportschool. Je kunt een jaar daar aandacht aan besteden. Ik weet het uit ervaring. Na een jaar denk je van, nou, ik ben er misschien. Maar op het moment dat je stopt en het dan een jaar misschien niet meer doet,
zijn dingen toch weer anders. Ik zal niet ingaan op wat anders dan, maar continue aandacht. Continu eraan blijven werken. Nou, we hebben daar geprobeerd. Wij werken met zoveel mogelijk simpele methodes die je eigenlijk meteen kunt toepassen, ook gewoon morgen. Wij werken tegenwoordig met de 1, 2, 3'tjes. Dat klinkt al heel simpel. En dat gaat er eigenlijk om, bijvoorbeeld, er is een meting geweest, want er wordt best wel veel gemeten, ook in organisaties. En ga als team aan de slag met wat wil je, wat haal je uit die meting en waar zou je mee willen beginnen? Bijvoorbeeld, stel de sfeer in je team is niet zo super. Nou, ga bijvoorbeeld eens beginnen met, ons doel is, wij willen de sfeer, we willen een positievere sfeer in ons team. Belangrijk is wel dat je een doel moet kiezen waar je zelf invloed op hebt. Anders kom je niet zo ver. Dan bij dat doel definieer je 2 gedragingen. Nou, bij een positievere sfeer zou je kunnen zeggen, we praten alleen nog maar met elkaar, niet over elkaar. Wat af en toe wel eens gebeurt en wat niet bijdraagt aan een positieve sfeer. En je zou ook kunnen zeggen, we maken waardering uitspreken onderdeel van ons teamoverleg. Nou, dat zijn 2 gedragingen die je met elkaar afspreekt. En dan elk gedrag ga je onderbouwen met supportmechanismes. Ook om het levend te houden. Dus je zou kunnen zeggen, we gaan als team een workshop uitsprekencultuur doen. We vinden het blijkbaar moeilijk om face-to-face dingen met elkaar te bespreken. Dus misschien kunnen we onszelf daar eens wat meer in gaan trainen. En ook daar kun je weer in het teamoverleg de waardering uit gaan spreken naar elkaar. En bij die support is gewoon ook belangrijk dat je het zichtbaar maakt. Hang ergens op, hoe vaak heb je het gedaan? Hou dat bij, hou het levend. Dus dat is eigenlijk een simpele manier. We hebben daar ook een handout van die we ook beschikbaar kunnen maken voor jullie. Dit is al een simpele manier om hiermee aan de slag te gaan. En dit is iets wat je misschien 6 tot 9 maanden doet. En gewoon weer kijkt, waar sta ik? Als dat goed gaat, perfect, onderhoud het. En ga weer verder met een nieuw doel. En zo blijf je dus bezig. Het is nooit af. Je kunt natuurlijk vormen, andere vormen kiezen enzovoort. Maar het is eigenlijk nooit af. Je blijft altijd bezig. Nou, ook hier had Thomas een mooi inzicht. Misschien moet je je ogen dicht doen en gewoon maar even luisteren. Misschien werkt dat het beste, want het gaat er uiteindelijk om wat hij zegt. Ja? Daarnaast zijn we er ook achter gekomen dat werkgeluk echt een continu proces is. Het is niet iets wat je behaalt en wat daarna klaar is. Het heeft eigenlijk continue aandacht nodig. En het is iets waar je met elkaar aan moet blijven werken. Ja, technologie die voor je werkt geldt niet alleen voor werkgeluk, maar geldt ook zeker voor presentaties en misschien mijn werkgeluk. Maar goed, ik hoop dat jullie hebben gehoord, hè, dat ook uit hun project kwamen ze erachter. Je moet daar continu aandacht aan besteden. Nou, deze is begin met waardering. Wij doen vrij veel onderzoek naar waardering. Als je wilt beginnen en je wilt eigenlijk meteen al veel impact hebben, is waardering een goede start. Wij weten uit onze eigen onderzoeken dat werkgeluk en waardering heel nauw samenhangen. Als mensen zich gewaardeerd voelen in een organisatie, is het werkgeluk vaak groot en omgekeerd is dat ook het geval. Het mooie is ook, als je met waardering aan de slag gaat, dat het linkt ook aan andere onderdelen. We zien mensen die zich gewaardeerd voelen op het werk, dat die ook vaak meer plezier ervaren, dat ze ook vaker ja zeggen op de vraag, kun jij jezelf zijn? Heeft vaak ook invloed op de sfeer, op hoe ze de sfeer ervaren en ook het vertrouwen in management. Dus het is niet alleen waardering, maar het heeft ook uitstraling naar de andere onderdelen. En het wordt nog mooier. We zien ook dat tussen die onderdelen weer een verband is. Dus begin gewoon met waardering en dan zie je dat ook op andere vlakken dingen gaan bewegen. Nou, en waardering is gelukkig best een makkelijke manier om iets aan te doen. Ik heb hier een voorbeeld van Alembo. Dat is een bedrijf in Suriname. Volgens mij, Lara, ben jij in de zaal? Oh, daar. Welkom. Jij bent helemaal uit Suriname. Of... Ja, ik werk in Nederland, maar ik ga best wel vaak. Oké. Nou, ik was 2 weken geleden in Suriname en een jaar geleden hebben we daar de opleiding verzorgd. En jullie zijn ook actief aan de slag met werkgeluk. En dit was een die op Valentijnsdag. Want ook om nog even aan te geven, bij waardering denken we heel vaak dat de leidinggevende medewerkers moet waarderen. Maar waardering gaat alle kanten op. Ja, leidinggevende medewerkers, onderling, omgekeerd ook. En dit was gewoon een heel mooi voorbeeld.
vrij simpel te doen. Niet veel geld nodig. Alleen, zo zag dat er ongeveer uit. Gewoon briefjes, bandjes, mensen die dingen bij elkaar omknopen, dat je zelf gewaardeerd. En dat je dat gewoon een keer naar elkaar uitspreekt. En dan krijg je hele leuke selfies op Facebook van Alembo, waarbij mensen laten zien dat ze gewoon een hele leuke dag hebben. Nou, hiermee hebben we de 10 do's gehad. Ik hoop dat jullie ze zoveel mogelijk gaan toepassen natuurlijk. En ik wil eigenlijk afsluiten met een eerbetoon aan happy workplaces. Er zijn heel veel workplaces die ons hebben geïnspireerd, nog steeds inspireren. En we dachten, we gaan gewoon afsluiten met een eerbetoon aan deze happy workplaces. Om onszelf, maar ook jullie weer te inspireren. Het is nu een filmpje, ik geloof, van 30 seconden. Volgend jaar hoop ik dat wij ook jullie organisaties in dat filmpje kunnen opnemen. Zodat we nog wat langer hiervan kunnen genieten. Dank jullie wel. Ja, ik vond de laatste vooral mooi delen als happy workplace. dat is, ja. Je weet zelf al waar je eindigt in het bedrijf. Dat is wel heel goed. Dank je wel, Gea.